zoals jullie weten, heeft Vroom wat last gehad toch weer van coliek. Niet heel bijzonder. En het was ook te verhelpen met Colosan en de therapiedeken van Bukas. Maar ik dacht, weet je wat, ik ga even langs bij Hilde van EcoStyle. Want misschien heeft zij nog wel meer tips om dat te verhelpen. Ja, en verder gaat hij heel goed met onze paardjes. Het is altijd fijn om even met haar te spreken, omdat zij allerlei ideeën en dingen heeft die altijd het nog beter maken. Want soms weet je niet eens dat het beter kan, want je het idee hebt dat het allemaal goed gaat. Maar soms kan het toch echt nog beter. Dus ik ga nu naar Oosterwolde, geloof ik. In ieder geval ergens in Friesland, ver weg rijden. En nou ja, ik zal er wel een of ander dingetje van maken, zodat jullie dat kunnen volgen. En dan zie ik jullie straks bij EcoStyle. We starten vanuit Rotterdam, gaan we zo richting Gouda, langs Zoetermeer, op weg heel langzaam naar Utrecht. Dan, dan gaan we zo naar Amersfoort, zo naar Harderwijk en zo naar Zwolle. En dan, wow, dan gaan we zo naar Oostwolde. Ja? Hallo schat, hoe heet jij? Binky. Binky, zo kan ik je toch niet filmen? Zo. Een zwarte labrador. Ze hebben hier gewoon een kantoorhond, zoals het hoort, jongens. Oké, helemaal goed. Ik ben inmiddels binnen bij EcoStyle en ik ben bij... Hilde. Van EcoStyle. Ja, precies. In de auto heb ik net verteld dat Verona die doet het goed. Alleen nu ze over is van de wei naar de stal, merk ik toch dat het een niet helemaal soepel verloopt. Ik heb er al een keer Colosan in gegooid in combinatie met de therapiedeken. Maar misschien heb jij nog tips? Nou, darmbalans is heel erg geschikt voor paarden met een gevoelige darmflora of als ze gevoelig zijn voor coliek, dunne mest. En we adviseren dan om altijd een kuurtje darmbalans te geven en daarna door te gaan als oerbalans. Oerbalans is zeg maar de stabiele factor en darmbalans echt de probleemoplosser. Dus in principe, ze heeft natuurlijk altijd al oerbalans. Ja. Ga ik er nu mee maar. Dus ik ga het even eruit halen. Een hele emmer van gehad. Ja, Veronie vindt het een goed idee. Niet doen! Ik ga buiten de stal zitten, moment. We moeten ze natuurlijk even kijken. Daar. Ze is een paard. Nou ja, ze weegt minder dan 600 kilo. Ze heeft 450 kilo ongeveer. Dus ze moet ongeveer ja, verhoogde belasting of normale belasting. Nou, doe maar normaal. Dus ik denk 90 gram ongeveer hebben. Oh, zo, 90 gram. En de maatbeker tot het meetstreepje bevat 70 gram. Dus dan gaan we deze eens even openmaken. Zo. En een maatstreepje zoeken. Nu. Als jullie het zien, zie ik het ook. Ik zie geen maatstreepje. Maar Veron die heeft niet. Nee, wacht, ga weg. Nee. Hop, 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 hop. Veron heeft er in ieder geval heel veel zin in. Zo. Dus dan het lasten. Volgens mij vindt ze het lekker. Nou, hoeven we in ieder geval niet aan te vullen met iets. Ik ben heel benieuwd of het al oerbalans. Ja. Ga ik er nu darmbalans bij geven. Yep. En dan ga jij ervan uit dat het opgelost is. Moet ik dat dan ook weer doen als het straks naar de wei gaat? Ja, dat zou je dan preventief kunnen doen om het juist problemen te voorkomen dat het gewoon stabiel is en ook stabiel blijft. En hoe lang doe ik met een kuur? Of hoe lang moet ik een kuur geven? We hebben verschillende adviezen qua dosering. Je kunt het een korte kuur geven van 5 dagen, maar ja. De darmflora is ingewikkeld, heeft lange tijd nodig om weer in balans te komen. Dus we adviseren altijd onderhoudsdosering, dat je langere tijd de darmen kunt ondersteunen, zodat die gewoon in balans blijven, zoals de naam van darmbalans ook zegt. Oké, okay. Dus we gaan aan darmbalans. En oerbalans. En de, ja, want die krijg je sowieso. Maar die combi is wel heel belangrijk. Oké, okay, dus oerbalans en darmbalans. Ja. En misschien wil je ook even het bedrijf laten zien, dat is wel leuk. Zeker. Gaan we doen. Jullie hebben nu ook de fabriek kunnen zien, net als ik. Ik vond het echt heel gaaf. Het is een heel ecologisch gebouw.
Klopt, het is helemaal zelfvoorzienend met zonnepanelen. We zitten niet aangesloten op de riolering. In de grond een hele grote koelkast waarmee we in de winter het pand verwarmen en in de zomer juist koelen met de kou van nu. Dus ideaal. Ja. Dus die koelkast is eigenlijk ook een warmtekast. Ja, het slaat licht aan. Koelte en warmte op. Vet handig. En het is echt een heel gaaf gebouw. Ik ga maar helemaal terug naar mijn sluis nu. Bedankt voor alle moeite. Graag gedaan, dank voor je komst. En dan zie ik je een volgende keer weer. Leuk. Doei!